Welk potlood moet je kiezen? In deze video wil ik je wat meer vertellen over de potloden die een kern hebben op basis van wax en of oliebasis. En ik heb ook andere categorieën in de shop, dat zijn aquarel en pastel basispotloden. In losse video's vertel ik daar ook wat meer over. Maar in deze video licht ik toe welke potloden we in de shop hebben die op basis van wax en oliebasis werken. Waarom ik die wax en olie in dezelfde categorie noem, is omdat deze potloden best wel vergelijkbare eigenschappen hebben. En vaak wordt er ook een combinatie gemaakt. Sommige oliebasispotloden bevatten ook een klein beetje wax. En andersom kan het ook een klein beetje een combinatie zijn. En anders, ze werken een beetje vergelijkbaar. Dus vandaar dat ik ze in dezelfde categorie noem. En wat is het verschil tussen wax of oliebasis? Over het algemeen is wax wat zachter dan een potlood op oliebasis. Een waxpotlood heeft als voordeel dat het hele makkelijke kleurafgifte heeft. Het is echt vaak een wat zachter potlood. Daardoor moet je dus wel wat vaker slijpen en is je papier wat sneller verzadigd van kleur. Voor lage opbouwen kan dat soms een nadeel zijn. Een oliebasispotlood is een wat harder potlood en dat heeft als voordeel dat je daar wat langer een scherpe punt mee houdt, waardoor je er heel goed details mee kan maken. Het is wel over het algemeen, want een waxpotlood kan bijvoorbeeld ook wat harder zijn en een oliebasispotlood kan ook wat zachter zijn. Dus let er altijd op per reeks wat erbij staat aan een potlood, of het een hard of zacht potlood heeft en ja, hoe hard die kern is. In deze video deel ik 6, eigenlijk een beetje 7 kleurpotloden en dat zijn onder andere de Holbein kleurpotloden, de Carandache Luminance, de Carandache Pablo, de Faber-Castell Polychromos, de Derwent Colorsoft en de Derwent Lightfast. Niet per se in die volgorde. De eerste van de reeks, dat is de Carandache Luminance. En dat is wel gelijk eigenlijk ook de nummer 1 waxpotlood wat je kan aanschaffen. En we beginnen bij de Carandache Luminance. Dit is denk ik ook wel gelijk met recht nummer 1 te noemen. Het is ook de duurste, maar ook wel het beste waxpotlood. En dat heeft meerdere redenen. Het is een waxpotlood, maar ondanks dat blijft het punt wel redelijk lang scherp. Het potlood heeft hele mooie kleurafgifte. De kleuren van deze potloden blijven minstens 100 jaar onder museumsomstandigheden licht echt. Dus ben je van plan werk te verkopen, of gewoon voor jezelf natuurlijk, dan kun je het aan de muur ophangen en 100 jaar vervaagt het niet. Dus dat is wel echt een pre. Ben je nou beginnend kunstenaar, dan snap ik wel dat je zegt, dat is me iets te prijzig. Maar denk je, ik wil echt een ontzettend mooie kwaliteit potlood, dan zou ik zeker voor de Luminance kiezen. Werk je nou vaak met mixed media? Ik vind zelf, de Luminance heeft het mooiste resultaat als je bijvoorbeeld over een acryllaag heen wil tekenen. Denk bijvoorbeeld aan een acryl gouache of een gewone gouache met de Luminance door de kleurafgifte en de waxbasis kan je er heel makkelijk overheen tekenen. En de tweede op de rij is de Faber-Castell Polychromos. Dit is een potlood met een vrij harde kern. Hij is ook op basis van olie en een klein beetje wax. En dat maakt hem dus heel geschikt voor precies werk, omdat die punt lekker lang scherp blijft. De potloden hebben een goede lichtechtheid, zijn beschikbaar in 120 verschillende kleuren en hebben een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding. En een bijkomend voordeel, deze kun je gebruiken voor heel veel verschillende dingen. Denk aan kleurboeken, aan mandala's, maar ook voor lage opbrengen, illustreren of heel precies werk. Dit is meer echt een goede alleskunner en een hele goede opstap. Wil je van een starterset of zeg maar een studentenversie naar een mooie kunstenaarskwaliteit potlood gaan. Ze zijn beschikbaar in 120 verschillende kleurtjes en hebben hele mooie pigmenten die ook goed lichtecht zijn. De volgende die ik noem, dat zijn de Pablo's. Ze zijn eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de Polychromos, ook op oliebasis, ook 120 kleuren. De kleuren die verschillen alleen een beetje van elkaar, van de Polychromos of de Pablo. Dus het kan best wel de moeite waard zijn om even te kijken, hey, welke kleuren gebruik je veel. Ook kun je de kleuren bij elkaar aanvullen. Dus ga je bijvoorbeeld voor de set van de Polychromos, dan heb je die 120 kleuren. Dan kan je bijvoorbeeld nog aanvullen met wat mooie blauw en groen tinten van de Pablo. En de volgende op de lijst, dat zijn de Holbein kleurpotloden. En dit is een beetje een bijzondere in de lijst, want deze zijn gemaakt van wax, olie en vetten. Dus een beetje een bijzondere combinatie. Daardoor heeft hij ook echt een hele boterige structuur. Het is echt een vrij zacht potlood is dit.
beschikbaar met liefst 150 verschillende kleuren. En het leuke van de holpen potloden is dat ze best wel beschikbaar zijn in echt bijzondere kleurtjes die je in andere racen niet zo snel ziet. Dus hele mooie pasteltinten en hele felle tinten. Dus net wat afwijkende kleuren die zitten in deze set. Bijvoorbeeld die kleuren kunnen ook een hele mooie aanvulling zijn op andere potloden die je al gebruikt. Onderling kan je deze potloden ook heel goed met elkaar combineren. Maar deze kleuren ook ontzettend fijn. Goed voor realistisch werk, maar ook bijvoorbeeld voor illustraties. Dus voor beide zou je ze goed kunnen gebruiken. En dan hebben we de Derwent Colorsoft. De naam verklaart het al, dit potlood heeft een zachte kern. Dit potlood is op basis van wax. Is beschikbaar in 72 kleuren en tekent ook heel erg fijn. Omdat ze zo zacht zijn, geeft het kleurpotlood heel makkelijk kleur af. Je kan er makkelijk mee illustreren, maar ook lagen mee opbouwen. Het is een zacht potlood met een rijke pigmentatie. En de Toffel Irioten, die noem ik wel vast eventjes. Ik heb ze wel al getest, maar ik heb ze helaas nog niet zelf. Deze komen ook in de shop, dus keep you posted. Dit zijn hele fijne potloden en waar ze uniek voor zijn, dat zijn dus die subtiele tinten en die prachtige boekjes waarmee je ze op de plant kan zetten. En dat is natuurlijk niet de reden om deze te kopen, maar ze hebben ook een hele mooie rijke kleurafgifte. Zijn ook sterk op zwart papier en hebben ook een hele goede lichtechtheid. En deze potloden zijn voor zowel student als een ervaren kunstenaar geschikt. Zodra ze in de shop zijn, dan laat ik het je weten. En de laatste op de rij, dat is de Derwent Lightfast. Deze is heel erg vergelijkbaar met de eerste die ik noemde. Deze zijn ook zo lichtecht, ook beschikbaar in 100 kleuren. De looks van de potloden lijken zelfs een beetje op elkaar. Alleen is de basis van de Lightfast op oliebasis, de Luminance op waxbasis. Dat is wel best wel een verschil. En ondanks dat ze op oliebasis zijn, zijn ze dus wel zacht en zijn ze heel makkelijk te blenden. Want ze zijn een beetje creamy. En de Derwent Lightfast is beschikbaar in 100 verschillende kleuren. En ben je er nou nog niet helemaal uit welk potlood je nou wil kiezen? Bestel dan eens eentje van elk potlood waarvan je denkt die zou ik wel willen hebben. Zodat je ze thuis echt eens goed kan testen voordat je met een set zit die je toch niet helemaal goed bevalt. En kies dan voor een kleur die niet in de set zit die je op het oog hebt. Zodat je gelijk een extra potlood op die reeks hebt. De potloden die ik in de video heb genoemd, die vind je allemaal in onze shop terug. www.splendid.nl Neem zeker eventjes een kijkje. We hebben heel veel mooie materialen. En mocht je nou nog vraagjes hebben, stel ze even in de comments of mail of bel ons. We helpen je graag. Voor nu, doei!